Bamboulé Alibaba. Bamboulé Alibaba. Bamboulé Alibaba. Bamboulé. Bamboulé. Bamboulé Alibaba. Bamboulé Alibaba. Krachten van het zuiden, welkom. Welkom, grote hert, de sensatie van de wiljacht, gehoorn, kerenherne. Welkom. Deze festival is geen muziekfestival. Het is een festival waar dat persoonlijke groei wel centraal staat. Maar er is enorm veel ruimte voor luchtigheid, creativiteit, speelsheid, vreugde. Het is gewoon echt tof. Het is een hele broederlijke band hier. Een echt familiegevoel. Het is thuiskomen. Ik wens meer van dit in mijn leven. Het is de allereerste keer dat ik in zo'n groot mannenveld terecht ben gekomen. En ik voel dat dat toch heel genezend is voor mij. Dat had ik dus niet verwacht. Een zeer fijne trilling. Van als ik hier toe kwam, voelde ik daarvan, wauw. En het terrein zelf is zeer uitnodigend. Maar dag na dag voel ik, dit is toch wel onwaarschijnlijk. Van zachtheid, van kracht, van diversiteit. Elk gesprek dat ik hier heb is diep, is mooi. Ja, heel bijzondere ervaring voor mij. Durf je te laten zien en durf jezelf te zijn en durf die kwetsbaar ook te laten zien voor jezelf. Want dat maakt je alleen maar sterker. En elke keer als je met jezelf in ontwikkeling gaat, dan pel je jezelf als het ware weer iets verder af. Waardoor het veel makkelijker is om die verbinding steeds dieper aan te gaan met jezelf. Voor mij is dit een manier om bij te dragen, om mijn steen bij te dragen aan een betere wereld. Omdat ik weet wat het effect gaat zijn, het rimpeleffect kan zijn op lange termijn. En dat wij als maatschappij deze rituelen nodig hebben. Zeker jongens, vrouwen ook, maar jongens, mannen hebben dit nodig om volledig in hun kern te kunnen komen. Dus dit is een cadeau dat wij geven aan onze volgende generatie. Shanti Shanti Om. Om 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 Shanti Shanti Om.
toen ik een klein 2 jaar geleden met mannenwerk begonnen ben, dan voelde ik dat dat nodig was. Ik heb de kracht in mij heb ik vooral meegekregen van mijn moeder, niet van mijn vader. En ja, in het werk dat ik doe, is dat toch wel zinvol om die combinatie van zachtheid en vrouwelijke energie, maar ook kracht te kunnen combineren. En daarom ben ik hier en oh, ik ben zo blij, want ik heb hier weer heel wat mooie dingen mogen zien en ervaren. Ik ben hier beland door mijn vader, die hier vorig jaar voor het eerst was. En dat sprak mijn vader heel erg aan. Hij had zoiets van, ik wil dit graag samen met mijn zonen kunnen doen. En dan met de komst van het jongerentraject maakte dat nog toegankelijker. En ik moet zeggen, ik ben enorm, enorm blij dat ik daar ben ingestapt. Dat is niet zo evident, maar dat heeft mij heel veel gebracht om toch naar hier te komen. Dit is mijn 3e mannenfestival. En dit jaar ben ik hier gekomen voor het initiatietraject. De impact die wij hebben gemaakt op de hele stam, het hele mannenfestival. En dat heeft mij het meest gepakt. Dat waren voor mij heel bijzondere momenten. Dus dat was dus eigenlijk bij het vertrekken uit de community, waar alle mannen rondom u zijn. En dan ook opnieuw het terugkeren naar de stam. Dat zijn echt 2 momenten die dat bij mij heel impactvol waren. Om al die mannen rondom u te zien. U te zien. Ik denk voor mij persoonlijk het belangrijkste dat ik heb ervaren of ja, heb mogen ervaren door hier te zijn is beseffen en voelen dat er zoveel kracht, daadskracht in u zit en dat je die mag gebruiken, moet die gebruiken. Zolang dat je diep bij jezelf kan blijven en dat niet doet vanuit frustratie in anderen, maar alleen uit liefde uit jezelf. Het sterkste eigenlijk hier is dat iedereen aanvaardt iedereen. Als ik het Mannenfestival zie, dan vind ik zelf onze maatschappij zou er zo moeten uitzien. Dus dat we inderdaad, dat we mannen onder elkaar
mannelijke energie kunnen delen, vrouwen onder elkaar de energie kunnen delen. Dus dat eigenlijk de natuur die in ons zit, om die naar buiten te laten komen. Dus ja, voor mij is het een eye-opener en ik zou het aan iedereen ten zeerste aanbevelen. Hè. Ja, dat ik hoopvol ben door deze dagen, naar de toekomst toe. Weet je, het nieuws is soms lastig om verteren, wat er allemaal aan de gang is. Maar natuurlijk, dit is, staat niet centraal in het nieuws, maar is echt wel heel echt. Dit kan je niet fantaseren. Dit staat hier. En ik denk, wie hier morgen weggaat, die gaat voor een stuk anders weg. Dus dat vind ik groot nieuws, persoonlijk.